Dit is hem. Ook vandaag staat Hitlers Mein Kampf gewoon in de schappen van de Totalitarian Art Gallery aan het Singel. Te midden van een heleboel andere historische boeken en objecten. Om dit boek werd Michiel van Eyck vanochtend een uur lang verhoord door de politie. Wat hebben ze u gevraagd? Nou, hoe lang ik het verkoop en aan wie ik het verkoop en waarom ik het verkoop en hoeveel ik er verkoop en ja, dat soort dingen. Had u het idee dat u zich moest verdedigen, dat u ze moest overtuigen? Nou, sterker nog, ik wil me niet eens verdedigen, want ik wil ook gewoon dat dit traject doorgaat en dat het voor de rechter komt. Dus ik heb niet eens moeite gedaan om me te verdedigen. Ik vertel wat ik hier doe en ik schaam me er niet voor, laat ik het zo zeggen. In oktober vorig jaar deed de Federatie Joods Nederland aangifte tegen Van Eyck, omdat de verkoop van Mein Kampf verboden is en een vorm van haatzaaien zou zijn. Belachelijk, vindt de antiquaire. Nou ja, het lijkt me duidelijk dat ik in deze context niet bezig ben met haatzaaien. Dus ik verkoop niet alleen Mein Kampf, ik verkoop ook het dagboek van Anne Frank. Ik verkoop beelden van Churchill, van Lenin, van Jezus Christus. En eigenlijk alles wat historische relevantie heeft, net als dit boek, zeg maar. Van Eyck verkoopt dan ook uitsluitend antiquarische exemplaren. Op de verkoop van nieuwe exemplaren is hij fel tegen. Overigens is Mein Kampf via de website Internet Archive gewoon gratis te downloaden. En bij de Nederlandstalige versie is dat dan ook al 26.618 keer gedaan. Wat hoopt u dat hieruit komt? Nou, ik hoop dat het bij de rechter komt. Of zelfs dat eventueel de Tweede Kamer zich erover uitspreekt. Dat het gewoon in 2014 totaal uit de tijd is om een boek te verbieden. De zaak ligt nu bij justitie. In het jaar 2000 werd overigens een markthandelaar van het Waterloopplein die het boek verkocht wel schuldig bevonden. Maar hij kreeg geen straf omdat het boek door bibliotheken mag worden uitgeleend en op internet te lezen is.